ziet voor jou de weg naar de ideale vaas eruit? Hoe zorg jij voor een soepele overgang van eninghok naar de strohok toe? Een overgang geeft stress en kan daarbij long- en diarreeproblemen veroorzaken. Hoe voorkom jij dat? Oudere kalveren, mooie conditie, glad in het haarkleed. Hoe hou jij dit vast voor maximale jeugdgroei? Ik wil gaan insemineren, maar wanneer moet ik nou eigenlijk beginnen? Vaak wordt er gezegd dat elke kuil bij Pinken past. Maar klopt het eigenlijk wel? Benieuwd naar het antwoord op deze en andere vragen? Luister dan naar ons webinar op 23 september van 8 tot 9. Tot dan!